Heb je nog veel contacten met de vrouw van ja, regelmatig. Nu is het al wat geleden. Ja. Maar ja, we horen elkaar wel. Ze was ook op mijn verjaardagsfeest en zo. Was dus, echt wel een goede vriend van u? Tiana vroeg dan ook of ik wou lezen op zijn begrafenis. Mm-hmm. Ik zei dat ja, liever niet. En dan, dan had Miggy blijkbaar gevraagd of gezegd van ik zou liever hebben dat Charles babbelt. Wow, die kan goed babbelen. Dus ja, dan toch gedaan. Ja, toch gedaan. Heb je dat van heel dichtbij meegemaakt, heel de ziekte, heel dat gebeuren? Ik denk 2 dagen voordat hij euthanasie heeft gepleegd, zijn we nog bij hem thuis gegaan. Dus ja, dat was wel redelijk zwaar. Je wist het eigenlijk en toch... Pakt dat je zo hard. Ja. Dan komt er nog altijd heel zwaar binnen. Dat je raakt, ja, maar dat je het eigenlijk weet. En dat je toch nog zo emotioneel bevangen zit eigenlijk. Dat was echt